Wijkgebouw Linguenda is na een grote brand op vrijdagmiddag 19 juni volledig verwoest. Rond 4:15 kwam de melding binnen van een binnenbrand aan de Oostmoor in Nieuw-Vennep. Er zijn enkele ontploffingen gehoord van gasflessen. De brand werd snel opgeschaald naar grote brand en ging gepaard met een aanzienlijke rookontwikkeling. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Meer Televisie sprak met de beheerder van het wijkgebouw. Bert, toen de brand uitbrak, was je nog aanwezig in het gebouw? Nee, ik was niet aanwezig. Ik was op dat moment thuis aan het werk. Ik was hier voor het laatst rond 1:00. En volgens mij is de brand uitgebroken ergens 5:30. Ik heb even geen notie van tijd op dit moment. Dus nee, ik was niet aanwezig. Voor de rest was er ook helemaal niemand aanwezig in het gebouw. Nee. Ik heb altijd al gezegd, dit gebouw is een keer eindig. En het eerste wat ik dacht van, er is een aanbeveling opgevolgd. We waren bezig met de laatste week. Vanavond was prijsuitreiking van darten. Maandagavond was de laatste schaakavond. Volgende week was er een avond voor de feestweek Nieuw-Vennep. Peuter Speelzaal zou nog 1 of 2 weken draaien en dan was het vakantie. En dan zouden we pas eind augustus weer gaan beginnen. Dus het gebouw verdeed er alle voorwaarden. Pas geleden was er nog een controle van het elektriciteitsnet. De zogezegde NEN-norm. Nou, dat was allemaal weer in orde bevonden. Dus ja, het kan wellicht van alles. Het kan misschien een simpele gloeilamp zijn die gesprongen is of zo. Ik weet het niet. Volgens de brandweer zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. De Vennepper brandweer kreeg assistentie van enkele korpsen uit omliggende gemeentes. Er zijn geen gewonden gevallen en over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.